Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer Waterpark World spelen. Dat heb ik wel eens vaker gedaan, dus het is niet nieuw of zo. Ik heb daarom ook al best wel een groot park. Je kan het nu niet helemaal goed zien. Zo, nu kan je alles zien. Ja, het lekt alleen wel heel erg zoals je kan zien. Ik heb het ook wel even laten zien. 25 fps, dat is niks. Maar goed, laten we maar gewoon even gaan spelen. En weer verder gaan. Ik heb, zoals je kunt zien, heel veel geld gespaard. Ik heb net nog even geld gespaard en ik heb gisteren nog meer dan een uur. Dat ik wel anderhalf uur. Gespaard. Alleen maar voor een video. Ik weet ook niet waarom ik dat doe, maar ik doe het. Zo. Dan ging mijn koptelefoon zelf ook nog even laggen. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar... hij lagt sowieso af en toe wel met het geluid. Dus dat maakt niet heel veel uit, denk ik. We waren begonnen met de Neon Lights. Ja, we hebben waarschijnlijk nu nog niet genoeg geld om alle stalls te plaatsen. Ik denk niet dat ik dat... Zou ik met de duurste beginnen? Of... Maar misschien ga ik het wel redden. Laat ik toch maar even verder gaan bij deze. Zo. En dan gaan we gewoon één voor één al deze dingen plaatsen. Moeten wel echt wel veel meer werknemers aannemen. Maar ja, dat maakt niet uit. Cookiestal. Deze is ook wel mooi hoor. Ik kan deze ook wel gebruiken. Ik heb dat ook een keer gedaan. Deze ziet er oprecht mooi uit. Zou ik deze doen? Ik weet niet of dit handig is. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Oh, er zit een muur. Ik moet die muur dan weghalen. Dat kan ik wel doen. Maar dan zie je het weer aan de achterkant. Dus ik denk dat ik gewoon een kassa ga neerzetten. Dan is het veel beter. Zo. Ik ga echt geen geld meer overhouden. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb ervoor gespaard. Dus nu gaan we het ook doen ook. Ik heb hier twee van. Maar ik ga ze allebei niet plaatsen. Soda's. Frietjes moeten natuurlijk ook altijd in het park hebben. Oké, we gaan het wel best wel makkelijk redden. Nou, makkelijk. Deze kost alweer 19.000, dus dat doet dan wel weer een beetje pijn, maar we gaan het toch plaatsen. Kijk eens, ze staan er allemaal. Tenminste, oh ja, hier is het ook nog een koekjesstal en een waterstal. Ik weet niet of ik die laat staan, misschien gaan die binnenkort wel weg, ik kijk wel. Nu heb ik wel gezien dat het iets te lang is geworden, maar dat maakt niet uit. Ik kan hier de wc's doen. Of iets apart gaan maken. Of ik doe gewoon hier de wc's en dan vind ik het goed. Ik kan ook zonder eentje doen, maar weet je wat, ik haal het wel gewoon weg. Ik kan ook gewoon dit doen, natuurlijk. Maar ja, dat had ik wel eens even eerder mogen bedenken. Hier een wc, hier een wc en hier een wc. We zetten ze gewoon lekker hier, zodat we nog ruimte overhouden. Nou, ruimte, ik denk heel veel ruimte. Maar goed, maakt niet uit. We moeten even een muur van twee hoog hebben. En die plaatsen we dan zo hier. En dan moeten we hier nog een muurtje hebben eigenlijk. Ik ga hier ook gewoon een muurtje plaatsen. En ja, dan had ik hem eigenlijk net al iets hoger kunnen doen. Is deze zo hoog? Nee, dat is die zeker niet. Hij moet volgens mij 3. Als ik het goed heb. Ja. Zou ik hier nog even dit dichtbouwen? Ja, ik denk het wel. Laten we dan dit hier weghalen. En dit dan even zo 3 hoog maken. Zodat we het in één keer kunnen plaatsen. Moest het 3 hoog? Nee, maar ik kan dit zo volgens mij stuk voor stuk verwijderen. Ja, dat kan. Ik denk dat het dan zo wel even goed eruit ziet. Ik moet eigenlijk nog wat muren neerzetten. Dat ga ik wel even doen. Ik zet er gewoon lekker wat muren voor. En nu denk je, Romano, de mensen kunnen er nu toch niet meer in. Maar daar hebben we ook een oplossing voor. Was deze goed? Ik dacht het wel. Ze lopen trouwens nu gewoon door de muren heen. Ik weet niet of dat is omdat die net geplaatst is. Maar dat denk ik wel. Volgens mij staan die dingen goed. Ja, we kregen ook geld ervan. Dus volgens mij staan ze gewoon prima. Ja, hij liep er toch al door de muren heen. Dus dat maakt niet uit. Maar goed, laten we hier verder gaan met de Neon Lights. Is deze langer? Oh ja, deze is echt langer. Hoe duur kost dit? 360.
Deze kost 210, dus dan is het wel goedkoper. Ja, dan is het dan niet zo heel efficiënt om dit nu weg te halen, maar we gaan het toch lekker doen. Dan hebben we meteen van die langere. We kunnen er niet eentje hebben. Dus daarom doen we het gewoon lekker met die langere. Zo, ik heb af en toe lek op mijn koptelefoon, dat is niet normaal. Maar goed, dan moeten we maar eventjes mee doen. Tenminste beter dan gisteren, want toen was het de hele tijd aan het storen. Toen was het net een stoorzender van de radio. Ik denk dat het zo wel prima eruit ziet. Oh, dit kost alweer zo duur. Oké, dit kunnen we hier dus niet plaatsen, omdat het dan erin gaat. Als het ware. Hier kan dus niet, dus dan zet ik er wel een hier eentje neer. Ik weet niet of dat zo mooi is, maar we doen het gewoon lekker. Kunnen we dit zo hier gaan plaatsen? Ik denk het wel, maar dan moeten we wel zo en zo en zo doen. Ja, dit kan wel. Het steekt niet uit, dus ik denk dat het zo wel prima is. Goed, we moeten het hierachter eigenlijk ook even gaan decoreren. Kijk, nu gaan we beginnen met de echte dingen, jongens. Eerst eventjes kijken, wat kunnen we gebruiken van dit. Oké, hier zijn alle stands, zeg maar. Hier heb ik een lagere stand. Zijn er ook kastjes? Nee, dus dat maakt niet uit hoe die staat. Dit is de waterstall. Dus ik ga als eerst zo'n... Oh, waterpomp neerzetten. Dit ga je niet menen. In principe raakt hij hem niet. Maar ik mag hem letterlijk niet plaatsen omdat hij het volgens de game raakt. Ja, dat is niet heel handig. We hebben ook nog een koelkast, maar ik weet niet waar die nou weer is. Eens even kijken, waar is die... Oh, dit is zo'n koelkastje. We kunnen ook gewoon even zo'n kastje doen. Dat we het gewoon even zo laten. Ik denk dat dit ook wel prima is. Oh, er zitten wel dus kastjes in. Dus ik moet hem wel gaan draaien. Dat was wel een beetje vervelend. De counter, is dit een hang? Moet je deze eigenlijk ophangen? Of? Ja, dat denk ik wel. Maar ik ga gewoon lekker zo, deze. En wat ga ik hier neerzetten, denk je? Hier is ijs, dus hier moet ik zo'n ijsbak hebben. Is dit de ijsbak? Volgens mij wel, ik weet niet. Het maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. En hier is de koffie. Die gaan we hier ook neerzetten. Oh. Man, dit is vervelend. Oh, nu ga ik echt geen geld meer overhouden. Want ik moet al die lampen waarschijnlijk weer gaan herplaatsen. Maar dan hoger. Ah. Oh. Dit was echt heel dom. Nou goed, hadden we beter toch dit kunnen doen als eerst. Met andere woorden hadden we gewoon beter... Kijk hoe weinig we terug hebben. Ik denk net 1000, terwijl het 3500 heeft gekost. Nou ja, goed, we kunnen het niet meer terughalen. Dus wat dat betreft hebben we niet meer zoveel te verliezen. Of zou ik hier een lagere doen? Dat kan ook. Ik denk dat het toch wat mooier staat. Doe ik hier ook een... Oh, doe ik hier ook een lagere. En hier is de koffie. Dus dan moet ik hier de koffiezetapparaat neerzetten. Eens even kijken. Zo. Dan haal ik deze koelkast ook gewoon even weg. En dan doe ik gewoon lekker een watermachine daar. Hoppakee. Ik weet niet of het zo mooi staat, zo'n hoge counter. Ja, er staat er ook echt zo eentje tussen. Dus dan moeten we deze ook wel iets lager maken, denk ik. Waarom kan ik die dingen niet zien? Dat is heel vervelend. Ik kan nog steeds de kastje niet zien. Is dat niet goed? Dit goed? Nee. Ik denk dat het nu wel goed staat. Nee, hij staat weer niet goed. Hoe ga ik dit... Oh, 34 en ik krijg maar 4 terug. Oh mijn god. Oh nee, ik krijg gewoon meer terug, maar... Waarom kan dit niet? Of heb ik zo'n kast geplaatst? Oh, dat zal het wel geweest zijn. Nou goed, laten we gewoon verder gaan. Zijn deze kans trouwens net zo hoog? Ja, nou dan weet je wat, dan past het ook beter daarbij. We moeten ook koekjes hebben. Hebben we daar een kast voor? Is dat deze kast? Ik denk het wel, het lijkt een beetje op een oven. We hebben ook zo'n ding. Ah, dit is een oven.
Ik denk dat dit wat logischer eruit ziet als we deze neerzetten. En laten we dan eventjes verder gaan. Deze dan zo zetten. En dan moeten we. Is dit juice? Volgens mij wel. En hier is bottles. Dus dan moet ik hier gewoon dat neerzetten. Eens even kijken. Hoe ga ik dit doen? Welke ga ik hiervoor neerzetten? Ik denk deze kast. Of zal ik wat anders neerzetten ervoor? Dat is echt een goede vervanging ervoor. Laten we die kast gewoon even lekker weghalen. Laten we gewoon deze sink neerzetten. Hebben we niet eentje met kastjes? Dat is wel heel vervelend en onlogisch ook. Maar goed, dan laat het wel lekker zo. Dan doen we zo een keuken verder. Hier hebben we fruit. Dan gaan we natuurlijk dit ding erbij zetten. Want dat moet er wel een beetje in de stijl zijn natuurlijk. Oh ja, hier was het kastje. Zo. Dan ga ik een koelkast maken. Ik vind het een beetje lelijk als het één zo'n kleine is. Dus ik maak zo'n grote met twee erop. En drie gaat dan weer een beetje overdreven worden. Dus ik laat het gewoon even lekker zo. Zo echt vervelend dat ik die neon lights net niet boven kon plaatsen. Omdat het dan net zeg maar telde alsof het erboven zat. Nou, met deze neon lights gaat het sowieso niet lukken. Wacht. Ik wil dan wel weten hoe dat met die andere is gegaan dan. Oh, deze moet ik hebben. Nou, hier zie ik volgens mij toch duidelijk dat het. Ah ja, nee, ja, het is een heel blok. Ja, dat gaat hem sowieso niet worden. Dus die moet wat hoger. We zouden hem hier zo moeten plaatsen. Heb ik op zich ook geen problemen mee. Alleen, ik besef nu dat we super dom bezig zijn. En dat we al veel meer geld hadden kunnen verdienen. Kijk, er ligt nu. Ja, het lijkt aardig veel. Maar niet alles komt binnen. Dus we moeten echt de Automated Collection aanzetten. Daar moeten we echt voortaan op letten. Want dit gaat niet goed komen zo. Laten we gaan verder bouwen. Kijk, al 70k gespend. Is niet normaal. Maar goed, we moeten trouwens ook werknemers huren. Dat is ook een ding. Hoeveel heb ik erbij? 1, 2, 3. Hier komen ook niet zoveel mensen af. Ik moet meer paden neerzetten. Oh, oké, nu komen er wel wat meer. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan moet ik er 7 in gaan huren. Oh, dat gaat zoveel geld kosten. Maar ik moet het toch doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dit gaat me zoveel geld kosten. Ik ben alweer 2100 euro kwijt. Maar goed, we moeten toch personeel hebben. Hey, jou geef ik wel even gauw wat drinken. Moet eigenlijk ook meer restockers hebben. Zeg maar de mensen die het aanvullen. Want als mensen nu alles gaan bestellen, dan gaan we dat echt niet halen met één restocker. Maar goed, eens even kijken. Wat moeten wij nog meer doen? Natuurlijk die lichten plaatsen, maar wij waren nog niet klaar met dit. Eens even kijken. Hier stonden ze. Eens even kijken. Oh, deze. Dit is natuurlijk niet degene met kastjes. Handig. Dan doen we hier een. Zo, een frituurpan. Dat lijkt me wel logisch. Oh, we moeten wel een laag hebben, want anders past het niet bij elkaar. Donuts. Wat zullen we daarvoor gebruiken? Ik denk dit, zodat je daar de donuts kan opleggen of zo. We kunnen dit ook als een soort display gebruiken om hier neer te zetten of zo. Dat zit dan een beetje in de weg. Laten we dit gewoon even nu even zo neerzetten. Oh shit, ik druk er ergens op. We moeten eventjes zo een muur gaan plaatsen. Volgens mij is dit net 5, ja, dat klopt. Kan ik hier een scheve deur inzetten? Ik denk het niet. Kan misschien wel, ik weet niet, ik zie het wel. Oh, dat kan wel, dat is wel chill. Het is alleen niet de bedoeling dat hier mensen ingaan. Dus ik maak een kleine deur van. Ik ga ook nog een bord boven zetten. En dan erop zetten dat mensen er zeg maar niet in mogen, hè? Met welke ga ik dat doen? Die kan ik hier net niet recht op zetten. Dus zet hem wel gewoon hierboven.
Zit hier ook wel even eentje. Ja, het kost wel echt duur om bij elk ding nu zo'n bord neer te gaan zetten alleen. Ik heb dat in Team Park Tycoon wel gedaan. Maar dan verdien je ook meer geld en zo. Weet je wat, we gaan het gewoon doen. We zijn nu toch geld aan het uitgeven. Dus het maakt me nu niet meer zoveel uit. Hoppakee, we doen het even lekker zo. Kijk, het ziet er wel echt veel mooier uit op deze manier. We moeten eigenlijk ook nog licht gaan plaatsen. Die kost alweer 3500. We houden echt helemaal niks meer over. Maar ja, we moeten toch iets hebben, hè? Eerst even kijken. We moeten borden op gaan hangen. Maar welke ga ik doen? Ik kan zo eentje doen. Die past hier niet echt mooi. Je kan ook weer zo één doen. Die lijkt me toch wel het beste. We moeten echt de mensen duidelijk maken dat hier het restaurant is. Dus bij deze zet ik daar een bord neer. Nou, je kan het niet echt zien. Weet je wat, we halen die wel even weg. Even kijken. Sorry voor als je op koptelefoon aan het luisteren bent voor deze oorvallen over de muziek. Maar volgens mij gaat het op de achtergrond niet echt heel hard. Dus daar moeten we al blij mee zijn. Eens even kijken. Is niet helemaal de bedoeling. Ik moest dat hekje weg hebben. Zo, we kunnen nu misschien sneller mensen erop af laten komen. Nu moeten ze helemaal omlopen. En ik haal weer een pad weg. Handig! Doe niet zo vervelend. Hoppakee. Die munten die pak ik trouwens na de opnames wel even op. Ja, of ik doe het zo meteen wel even. Ik weet niet. Ik zie het wel. We zijn namelijk wel echt best wel lang bezig. En we moeten nog wel een beetje goedkoop doen. Dus we moeten ook al hier eigenlijk ook lampen boven zetten. Maar dan zijn we al ons geld kwijt. Zou ik het hier boven doen? En dan zie je hem ook niet echt, nee. Ja, dit gaat wel een moeilijke keuze worden. Ja, tekst zijn. Ja, natuurlijk. Het loopt helemaal door daar. We kunnen het hierboven nog gaan besluiten om te doen. Maar ik denk dat ik dat besluit lekker voor later laat. Ja, ik wil deze aflevering niet eindigen, zeg maar. Want ik wil wel echt even dit ding afmaken. Laten we dit maar gewoon even snel gaan plaatsen. Oh, zoveel geld. Maar goed, we hebben het nu wel geplaatst. Dit geeft echt amper licht. We moeten ook nog normale... Oh, hier binnen is het nog wel aardig licht. Maar we zouden echt op het dak meer licht moeten zetten. We kunnen ze trouwens ook verder maken. Misschien gaat dat wat helpen bij dit. Dan moet ik ze allemaal verder maken. Tenminste, hoeft niet twee allemaal. Ik kan er gewoon een paar doen. Doe ik gewoon 10. Doe ik gewoon... Bij deze doe ik ook even 10. Kijk, dit helpt al aardig. Ik doe hier ook gewoon even een keertje 10. Ik wil even van dat ding af. Zo. Zo, het ziet er nu wel aardig licht uit, denk ik, hier. Achter de balie tenminste wel. We moeten het in het restaurant natuurlijk nog verbeteren. Maar de hele balie is af, daar ben ik wel blij mee. We moeten natuurlijk ook zitplekken gaan maken. Maar ik denk dat ik eerst hekken ga maken voor wachtrijen of zo. Lijkt me wel geinig. Welke ga ik dan doen? Oh, deze is een beetje duur. Oh, we hebben ropes. Dat is handig. Maar hebben we ook met paaltjes? Nee, dat maakt niet uit. Die paaltjes kunnen op zichzelf plaatsen. Oké, okay, maar ja, een beetje duur. Maar ja, weet je, we moeten toch wat, hè? Zal ik hem zo lang maken? Ik denk het wel. Als hij nog langer moet, dan doe ik dat later wel. Even dit snel doen. Want we willen natuurlijk niet dat deze video over 10 jaar nog steeds niet gestopt is. Zal ik het gewoon met deze paden doen? Ja, het is niet zo heel mooi, denk ik, dat het zo door die kassa heen staat. Maar ja, we kunnen niet aan de ene kant het paaltje doen en aan de andere kant weer niet. Want dat ziet er niet uit natuurlijk. Ik ben wel blij dat we deze pols überhaupt kunnen plaatsen. Want in het midden kunnen we het inderdaad niet plaatsen. Lijkt me ook onlogisch. We kunnen wel een Game Pass kopen waar alles door elkaar heen gaat. Maar dat lijkt me veel te onrealistisch voor deze serie. Ja, dus dat gaan we even lekker niet doen. We kunnen hier ook zo licht erboven hangen. Maar neon lijkt me toch mooier. Dus ik wil eigenlijk gewoon... Ja, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Doe ik er sommige wel weer op een hoge brightness. Doe ik
om hier eigenlijk ook nog door te trekken. Maar dan komen we ook eigenlijk net tekort. Nou, weet je wat? We doen het wel lekker. We hebben nu wel echt al ons geld vergooid. Dat dan weer wel. Dat is wel echt jammer, maar... Het moet wel een keer af, hè, jongens. Zo. En dan ga ik deze nog doen. En dan doe ik er daar nog eentje. En dan vind ik het mooi geweest. Hier nog één. Zal ik hier nog eentje doen? Nou, een beetje fel, maar... Weet je wat? Ik vind het op zich nog wel kunnen. Kijk, de balie die ziet er best wel mooi uit nu. De tekstborden. Zou ik die nu gaan invullen? Weet je wat? We gaan het wel even snel doen. Dit is. Hier kun je water halen. Hier kun je ice cream krijgen. Hier kunnen we koffie krijgen. Hier kunnen we koek. Oh, ik moet het wel goed typen. Zo, de Z hoeft er niet achter. Maar ik typte gewoon een beetje zo snel. Hoe heet het? Juice? Was het juice? Volgens mij wel. Ik zoek het later nog wel op. Het is volgens mij melons. Als ik überhaupt niet zo dom ben. Volgens mij zijn het watermeloenen, maar ja. Ik vind dat dit soda is. Dit is natuurlijk friet, oftewel fries. En hier hebben wij natuurlijk... Oh, dat is niet zo handig. Donuts. Boom. Hier doen we gewoon eventjes staff only op. Oftewel alleen de medewerkers. Want het is niet de bedoeling dat de mensen hierin gaan. Niet dat ze zo gauw hierin gaan lopen, maar toch. Het staat er. Hier doen we even restrooms. Dat duidt aan dat het wc's zijn. Ja, het is eigenlijk een soort badkamer, maar het boeit niemand. Dit ziet er nu al mooi uit. We zijn nu al echt al 22 minuten bezig. Ik raak ook al aardig door mijn geld heen. Ja, ik wil eigenlijk deze duretje 250 en deze kostte maar 40. Ja, ik wil eigenlijk niet zo goedkoop doen. Laten we hier achteraan. Gewoon maar alvast beginnen met banken. Die ik bijna nu al niet meer kan plaatsen. Maar ik ga even... Waar heb je een tafel? Hier. Doe ik even zo'n tafel ertussen. Nou, dit gaat een beetje het idee worden. Voor deze hele rij hier zo. Hele voorkant. Niet, natuurlijk niet voor de deur. Dat zou een beetje dom zijn. Maar... goed, zou ik lichten gaan plaatsen? Of zou ik daar nog even mee wachten? Ik denk dat ik ze gewoon even ga plaatsen. Heb ik hem eentje te ver geplaatst? Oké, 1, 2, 3, 4, 5. 1, oh, ik moet het niet zo snel doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, volgens mij wel. Doe ik zo. 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet er 5 tussen zitten. 1, 2, 3, 4, 5. Volgens mij wel. Ach, joh, maak het uit. Ik hoef ze niet per se heel precies te gaan plaatsen. Als we dat gaan doen, dan zijn we nooit klaar. Nou, we zijn al aardig door ons geld heen. Ik moet dit even wat hoger zetten, anders zie je niks. Doe ik deze ook even zo hoog. Deze doe ik ook even zo hoog. Zo, ik vind het dan nu wel even goed geweest. Nou, dit gaat een beetje het idee worden. Er moet natuurlijk ook nog decoratie bij komen. We hebben vandaag 80.000 maar liefst uitgegeven. En ik ben toch wel blij met het resultaat hier. En dan moeten we dit bord natuurlijk ook eventjes gaan invullen. Want anders dan is het natuurlijk niet helemaal af wat we vandaag aan het doen waren. Restaurant. Boom. Zo. En dan moet ik nu even dat geld op gaan pakken. En dan moet ik buiten de opnames maar even meer gaan sparen. Want we hebben wel wat meer geld nodig om dit af te maken. Nou, de buitenkant ben ik wel best tevreden mee. Dit pad ook wel. Ik ben de balie, vind ik heel mooi. Ik vind dit op zich ook wel prima met de wc's. Dit, de tafels en stoelen gaan ongetwijfeld ook mooi en goed staan. We moeten nog wat lamp ophangen, wat decoratie, misschien wat muurdecoratie. En dan is het restaurant klaar. Maar lang genoeg gepraat. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen,
Later en tot de volgende keer.